een flinke ravage in Voorschoten maandagavond. Rond 9:30 vloog daar voor het gemeentehuis een auto over de kop. De bestuurder van de auto raakte eerst een geparkeerde auto en verloor daarna de macht over het stuur. De vrouw raakte bij het ongeluk bekneld en is uiteindelijk door de brandweer uit haar auto geknipt. Daarna heeft ambulancepersoneel zich over haar ontfermd. De Leidseweg was vanwege het politieonderzoek urenlang afgesloten voor verkeer. Tot midden in de nacht werd onderzocht wat de toedracht van het ongeluk is, maar daarover is tot op heden nog weinig bekend. Rond 3:00 's nachts werd de weg weer vrijgegeven.